Urk, dat dramatisch presteerde voor de winterstop, is de laatste weken goed bezig onder de trainer Karrebel. Die kennen we nog van Genemuiden. Dit was de eerste kans. Redding van Dominique van Hoof op een inzet van Snoek. Dit is Bakuna. Bakuna en Kofferman met twee fantastische reddingen. Ook in de nastoot zat de doelman van Urk er goed bij. Berkem, dat meedoet om het kampioenschap dit seizoen, had het lastig bij Urk. Urk, de bovenliggende partij, krijgt hier een hoekschop in de tweede helft. De bal wordt slecht weggewerkt en netjes raakt de lat boven Van Hoof. Geluk voor Berkem, pech voor Urk. Urk deed het deze week goed in de beker. Het won van SVBO met 5-0. Dit is Tol. Tol, die schiet hem vol tegen Huisman aan. Die voorkomt daarmee wel een Urker goal, want ik denk niet dat Van Hoof die bal had kunnen hebben. En zo blijft het 0-0. Gaan we richting de slotfase. En Berkem heeft nog geen echt uitgespeelde kans gehad in die tweede helft. Nu Bakuna. Ja, hier had hij meer mee kunnen doen. Misschien de bal afleggen. Maar dit was de moeilijkste mogelijkheid die hij kreeg. Bakuna dus in de tweede helft. Dan gaan we richting de 0-0. Urk nog een keer met Snoek op Tol. Tol, we zitten in blessuretijd. Tol, en hij valt binnen. Het is 1-0 voor de ploeg van Richard Karrebelt. Urk wordt bijkans gek. Gerrit Tol, 1 minuut in blessuretijd. En de 1-0 voor Urk tegen titelkandidaat Berkem. De verslagenheid is groot bij Van Hoof. Maar Berkem leeft nog, want we zitten in de blessuretijd. Bakuna, dit is een niet te missen kans. Kofferman redt op de lijn. En dus pakt Urk 3 punten ten koste van Berkem. En Berkem laat dus kostbare punten liggen in de strijd om het kampioenschap. Thank you.